Het is warm in de Biep- en Nessenlanden. Heel warm. Even onder je blouse zien. Juist. Bijna 30 graden op de thermometer en het is pas 9:30. Zweten, zweten, zweten. Cindy Visser en Marja Larsen regelen nog even wat laatste zaken en dan gaat de boel dicht. Kom je ook water? Ja, lekker. Ja, je moet veel drinken natuurlijk met dit soort temperaturen. Ja, absoluut. Anders is het niet vol te houden. Elke zomer is het hier heel erg warm. En we hebben hier zomers gehad dat het binnen 47 graden was. En dat komt omdat er geen airco is. Nou ja, er is wel een poging tot airco. Dit model heeft een uitgang met een slangetje waar warme lucht uit komt. En het is misschien leuk om de andere kant ook even te filmen. Oh yeah. Kijk, en dan komt hier zo de warme lucht weer uit. Ja, dat heeft niet zo heel veel zin, hè? Nee, dat heeft geen enkele zin, dit. Boosdoener is het grote glazen dak. Mooi hoor, maar dan kun je niet zonder airconditioning. Ja, dat is uitbezuinigd. Bij de bouw werd er geld gezocht voor bepaalde zaken. En toen is er besloten dat klimaatbeheersing uitbezuinigd moest worden. En dus blijven de boeken maar even in de rekken staan. Het is niet anders. Lezers kunnen in andere bibliotheken terecht. In Ommoord heb je wel airconditioning. Ja. In Alexanderpolder zit hij ook. Dus daar kun je heerlijk fris boeken lenen. En er staat ook fris personeel.